Meneer Meekels, wat wordt de grootste uitdaging voor deze coalitie? De grootste uitdaging, denk ik, dat we moeten proberen om de verschillende maatschappelijke trends bij elkaar te brengen. Dat betekent dat inwoners, je ziet het ook in de leeftijdscategorieën, en de grote verschillen tussen rijk en arm, de grote verschillen met betrekking tot eenzaamheid en sociale cohesie, om dat bij elkaar te brengen. En dan zie je ook dat het coalitieakkoord met name binnen gaat. Ja, het toch met de beperkte middelen die er zijn, de stad en de gemeente vooruit laten gaan. En dat vergt gewoon heel veel inventief denken, creatief denken. GroenLinks heeft het ook van tevoren in haar campagne gezegd van we willen eigenlijk wethouders die over portefeuilles heen kijken. Nou, of we nou willen of niet, daar worden we ook gewoon door gedwongen door de situatie. En de situatie is de financiële situatie? Ja, onder andere. Ja, dat is een bijkomstigheid. Die wil om het anders te willen gaan doen, die is er al heel lang. En vooral, Leon benoemde het er straks ook in zijn verhaal, het samen met inwoners, de inwoners ook activeren, opzoeken, stimuleren om actief deel te nemen aan besluitvorming. Ja, dat is gewoon echt wat deze coalitie wil gaan doen. De grootste uitdaging, dat vind ik wel een hele mooie vraag als eerste. De grootste uitdaging is om de financiële ruimte te krijgen om die dingen te kunnen gaan doen die onze gemeente verdient en de inwoners daar verdienen. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ook daar begrip voor kweken bij onze inwoners. Ja. Waar gaat u die financiële ruimte halen? Daar gaan we met z'n allen nog over nadenken. We hebben wel ideeën, maar daar wil ik op dit moment hier nu nog niks over vertellen. De grootste uitdaging is om ook de inwoners niet alleen overal bij te betrekken, maar ook de mogelijkheid te geven om ook echt mee te denken en mee te werken aan het nieuwe besturen van deze stad. En daarom hebben we ook de vernieuwingsgroepen bij elkaar geroepen. En zijn we ook samen hebben dan het front gevormd om dat te bewerkstelligen in onze gemeente. En GLB is daar gelukkig bij aangesloten. En wij gaan gewoon de straat op. We gaan mensen inderdaad echt erbij betrekken. En de bedoeling is dat ook de ambtenaren veel meer de wijken ingaan en van buiten naar binnen toe. En dat de gemeente een faciliterende rol krijgt voor de inwoners. De grootste uitdaging is de financiën op orde te krijgen en het plan wat we hebben om die op een goede manier neer te gaan zetten. Maar waar ik alle vertrouwen in heb dat ons dit gaat lukken. De grootste uitdaging is vooral vooruitkijken, nieuwe dingen ontwikkelen in de stad, ervoor zorgen dat het financieel ook op orde blijft. En aandacht aan de inwoners geven, van jong tot oud. En ik mag me met name mee bezighouden met de jeugd en de jongeren en de studenten in de stad. En daar hebben we er heel veel van, die ook allemaal wensen hebben.